Het is vandaag blauwe maandag en het weerbeeld paste daar ook wel bij, want het was behoorlijk somber met veel bewolking en ook geruime tijd regen. Maar tussen al die regengebieden door was er ook ruimte voor opklaring en zelfs op blauwe maandag nog een stukje blauwe lucht zichtbaar. Al die regen hadden we te danken aan een lage drukgebied dat trok vandaag van zuidwest naar noordoost over het land. We zien hem hier heel duidelijk nog op de weerkaart liggen en ook vanavond is dat nog wel van invloed op ons weer, want daar krullen verschillende banden met regen omheen en daardoor wordt het pas in de loop van de nacht overal droog. Daarna komen we echt in rustiger vaarwater terecht, meer ruimte voor de zon en vaker droog. Het enige wat nog wel een rol gaat spelen is een noordwestelijke stroming die eventueel wat winterse buien naar ons land gaat voeren vanaf de Noordzee. Het zwaartepunt van die buien ligt dan wel boven de kustgebieden, maar ik sluit niet helemaal uit dat een enkele bui ook wel wat dieper landinwaarts kan komen. Vanavond moeten we nog even afscheid nemen van dat lage drukgebied. Die regenbanden die krullen daar omheen en gaan geleidelijk via het oosten wegtrekken. Maar met die noordwestenwind wordt ook koudere lucht aangevoerd, dus de temperatuur gaat omlaag. En vooral in het binnenland kan de regen dan af en toe overgaan in wat vlokken natte sneeuw. Maar dat blijft allemaal niet lang liggen en het zal hoofdzakelijk nog regen zijn. In het zuidwesten en westen gaat het vervolgens als eerste weer droog worden. En vannacht wordt het dan uiteindelijk op steeds meer plaatsen droog, gaat het opklaren en die temperatuur gaat verder omlaag. Hebben we op sommige plaatsen 1 of 2 graden vorst en is het dus overwegend droog geworden. En dat droge weer houden we morgen ook vast. Vanaf de Noordzee kan een enkel buitje de kustgebieden aandoen, maar de meeste plaatsen houden het droog. In de ochtendtemperaturen net iets boven het vriespunt en dat loopt geleidelijk dan op naar maximaal 3 tot 5 graden. De wind komt eerst uit het westen en die draait later naar het zuidwesten. Nou, dat rustige weer met temperaturen overdag net iets boven het vriespunt, in de nacht iets daaronder, zonnigheid daarbij, dat houdt wel even stand. Maar de enige uitzondering daarop vormt de donderdag, want dan komt er vanuit het noordwesten toch wel een lage drukgebiedje wat dichterbij. En dat zorgt ervoor dat er op grotere schaal ook een hogere kans is op wat buien. Maar voorlopig dus stabiel winterweer met geregeld zonneschijn. MUZIEK